Yo mensen van Rety Games, gisteravond was ik keihard ziek en alles. Ik had fucking last van mijn oor. Maar ja, we gaan nou naar huis en ik ben al een beetje beter. En ik ga even mijn zooien pakken om muziek te luisteren en alles. Jij ook of niet? Ondertussen zitten we al lang in de auto, keilang. En we zijn al bijna bij de grote brug. Je weet wel, de Milauwbrug of zo. En daar ga ik ook even filmen weer, even straks. En dan moet je natuurlijk ook weer betalen voor de brug. Want ja, zo is Frankrijk. Overal moet je voor betalen. We gaan gewoon 7% naar beneden op van een berg af of zo. Dan denk je, nou dat is niet veel. Maar als je dit echt meemaakt, dan denk je... Boy, yo. Sommige mensen zijn zo dom, hè. Die doen gewoon de knipperlicht uit of aanstaan. Daar hebben ze dan niet eens erg in. Nou, als hier een knipperlicht aan de auto staat, hoor je toch echt wel tuk, 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 tuk. Dan hebben we er nog geen erg in, dan ben je toch gewoon dom. En we rijden trouwens in een tunnel. Want ik ben nou serieus al iets van 7 auto's tegengekomen in totaal, die daar hebben. Yo mensen, tankstation, zeiken. Kut wc. Oh ja, kijk. Ik weet niet of dat jullie dat ook soms doen. Geen slippers met sokken aan, maar het zit gewoon lekker hoor. We zitten nog steeds bij het tankstation en we gaan eten. Want het is, weet ik veel, iets van half 12 of 12 uur of zo. Lekker met mijn poten zo naar buiten. Ik kwam net een straaljager langs, maar dat boeit niet. Gewoon een kutgeluid. Hoi Timo. Ik zei toch net dat het kwart voor 12 of half 12 was. Nou, het is kwart voor 1. Oeps, een beetje tijd overschat. Daar zo recht voor ons heb je nog zo'n kneus met een knipperlicht naar links aanstaan. Ja, we zijn hiervoor zijn we er ook alweer 3 tegengekomen of zo, dus de teller staat nu op 11. En dat is 12. Yo mensen, nummer 13. Kijk, kennen jullie dat ook met Pringles bussen? Dan wil je je hand erin stoppen, maar dat gaat dan niet, want je hand is te dik. En dan zit hij er eindelijk in. En dan denk je, yes, ik heb een chipje vast en dan krijg je hand er niet meer uit. Dat is zo irritant, jongen. Vliegtuig, wajo. Vet dicht bij de grond, man. In de buurt hier is een vliegtuig. Kut, waar is hij nou? Schijt, daar zo is hij. Ja, zo, hij gaat recht over ons heen dadelijk. Waar is hij? Oh, daar. Toppoortje, oprotten, niemand mag jou. Oh, moeten we tol gaan betalen, jongens. Beter mogen gratis doorrijden, want voor de duidelijkheid, toppoortje, niemand mag jou. What the fuck, aan onze kant regent het niet eens en aan die kant wel. Hoe kan dat? Nou, dat is echt fucking raar. Dat is gewoon plaatselijk regenbui. Over 1,5 kilometer zijn we bij de bestemming van de overnachting. En we hebben al fucking lang geen tol meer gehad, dus kijk hoeveel het nou kost. Oké, daar gaat ie. Ticket. Let op. What the fuck? €28,60 vieze afzetters dat er zijn, joh. Ja. Kut tol, niemand mag jou. Oké, daar gaan we vanavond eten waarschijnlijk. La 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 la. Nou mensen, hier is het. De deurtjes zitten ook aan de buitenkant. Pizza, pizza. Oh, pizza. Ex wachten. Nog ex wachten. Pizza. La 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 la. Oké, dit is echt een keer. Dit gaat echt helemaal nergens over. Yo mensen, kijk wat we weer tegenkomen.
Een Franse wc, yeah. Wat? Lekker voor je. Twee sterren hotel, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Stel, van die jongens zijn wij, zegt ze. Nou, we gaan niet hierheen. Want dat is pas om 7 uur open en het is nou nog niet 7 uur. En anders moeten fakkelen wachten. Dus we gaan misschien naar de Mac toe. Let's go to the auto. Oh yeah, McDonald's. Alleen van de buitenkant, van de snelweg dingetje, ligt die donker. Maar hopelijk is die open. Van de waarheid. Yes, hij is open. Yo mensen, nou mogen jullie raden waar ik ben. Je krijgt 3 seconden. 1, 2, 3. Heb je het geraden? Nou, waar denk je dat ik zit? Kijk, ik zal het even laten zien. In het speelhuisje van de Mac natuurlijk. Kijk, ik zit bij de glijbaan. Lekker naar beneden glijden. Oh shit. Wie? Tering, kut glijbaan. Oh, godverdomme. Hé, hey, wacht eens even. Oei, hij is wel heel snel. Daarom. Oh, ik kom er echt niet uit, ik zweer het. Ja, nou mag jij. Kom maar. Snel. We zijn er weer. Nou mensen, vond je deze video nou leuk? Doe even een like. Abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. Dus abonneer, like hier beneden, houdoe. Zo kan het ook, de wc half in de douche.